En als dan alle boeren in Nederland gas gaan produceren, of zelf, of via een hub, of via een grote vergister, ja, dan kunnen we Nederland echt helpen met het gasprobleem. Ik heb een melkveebedrijf waar we op dit moment bezig zijn om plannen te ontwikkelen om vandaag te werken aan de oplossingen van morgen. Klink. We zetten mest om in gas. Dat doen we vanuit de mest uit onze melkkoeien. Die gaat rechtstreeks naar de vergister toe. En daar voegen we mest aan toe van bedrijven uit de regio. En daar hebben we een vaste partner voor die voor ongeveer nog 5-6 bedrijven mest bij ons brengt om te vergisten. We hebben echt een hele grote monomestvergister hier. De vergister zelf heeft een volume van 2500 kuub mest. En die hebben we ook nodig om die 40 kuub gas per uur te kunnen produceren. Enex is een groot voorstander van de productie van groen gas. Het is een essentieel onderdeel van de energietransitie. Dus als boeren mest willen gaan vergisten, dan juichen wij dat van harte toe. Vink. Word je hier rijk van? Nee, je wordt je niet rijk van. Ook niet met de huidige gasprijs. We hebben gewoon een SDE-subsidie. Dat is een subsidie die de basis voor je business case als het ware dekt. Dus een vaste prijs. Zodat je 12 jaar een bepaalde zekerheid hebt om een toch wel risicovolle investering te doen. Maar zo gauw als de gasprijs hoger wordt, wordt je subsidie lager. En netto worden wij ook van de huidige hoge gasprijs niet beter. Helaas. Groen gas is vooral voor de verduurzaming van het energiesysteem. En ook zorgen dat we minder afhankelijk worden van buitenlandse partijen. Als alle boeren groen gas gaan maken van hun mest, dan kunnen ze samen ongeveer de helft van de ambitie die we hebben voor groen gasproductie in Nederland invullen. Of het daarmee goedkoper wordt, weet ik niet, maar het wordt er wel duurzamer, betrouwbaarder van. En ook voor de lange termijn hebben we het ook gewoon nodig, omdat we van het aardgas af willen. Ik haal er gas uit voor ongeveer 300 huishoudens. Ik heb gewoon mijn leidingje ingeprikt op het gasnet. Dat zit wel een beperkt volume aan, dus we kunnen niet meer dan een bepaald hoeveelheid gas per uur leveren. Als we nog meer willen leveren, moeten we zelf een leiding gaan aanleggen naar een hoofdleiding, een stukje hier vandaan. Alle netbeheerders zijn verplicht in ieder geval mee te werken. Een aantal jaar geleden vonden we dit nog spannend. Ondertussen is er dermate veel ervaring op gedaan dat alle netbeheerders weten hoe dat moet en ook daar enthousiast achter staan. Dit is de CO2-leiding. Als straks de kas hier over staat, dan gaan we het CO2 dat we kwijtraken bij het produceren van groen gas, gaan we invoeren in de kas en zet het ene kroos, het CO2, om naar zuurstof. En dat is nu nog in experimentele fase om te kijken of we soja kunnen vervangen voor ene kroos. Want in ene kroos zit heel veel eiwit. Nou, het zijn allemaal kleine worteltjes, het groeit op water. Er zit een beetje meststof in uit onze vergister. Voeg straks CO2 toe en dan verdubbelt het plantje zich elke 36 uur. En het is 100 keer efficiënter in groei dan soja. Dus daarmee zouden we dus met 1000 hectare, maar dan wel op lagen, 20 lagen hoog, zouden we alle soja-import kunnen stoppen. Nee, echt? Echt. Vink. Hierachter staat een roundhouse. Dat is een stroostal waar het vleesvee in komt. De mest in de potstal die kan ik gebruiken voor mijn vergister. En we zijn op dit moment met de ontwikkeling bezig om te kijken of we stroommest zo kunnen behandelen en verwerken dat er echt heel veel gas uitkomt. En daarmee zouden we een vervijfvoudiging van de gasproductie kunnen realiseren. We zien dat groen gas in Nederland schaars zal blijven. En dat ligt voornamelijk dat wij gewoon niet zo heel veel biomassa hebben. Dus het spul waar je groen gas van maakt. Dus als er een partij is die uit dezelfde hoeveelheid biomassa 5 keer zoveel groen gas kan maken, dan vinden we dat super gaaf. En als dan alle boeren in Nederland gas gaan produceren, of zelf, of via een hub of via een grote vergister, ja, dan kunnen we Nederland echt helpen met het gasprobleem.